Kijkers van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Managementteam informeert over bijzonderheden en actualiteiten rond COVID-19 in Suriname. En onderdirecteur onderwijs gaat in op haar staat onderwijsproces. Op de samenleving wordt een beroep gedaan blijven de COVID-19 voorschriften op te volgen. Laat het ook u niet ontgaan dat de partiële lockdown slechts voor 24 en 25 mei was opgeschort en sedert dinsdag weer van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens van kracht is. Intussen staat de herstart van het onderwijs voor de examenklassen en opening van de crèches voor de deur. Tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie is het managementteam verder ingegaan op deze feiten, als ook andere bijzonderheden en actualiteiten rond COVID-19 in Suriname. Zoals de minister ook heeft aangegeven, is de periode van de verkiezingen namelijk ook een zeer risicovol gebeuren geweest met betrekking tot COVID-19. En tijdens de periode van de verkiezingen is dus ook een groot aantal personen Suriname binnengekomen vanuit gebieden die we niet altijd weten van waar ze komen. En natuurlijk heeft het risico verhoogd op het krijgen van een importgeval dat voor verspreiding binnen Surinaamse gemeenschappen kan zorgen als we dat niet op tijd ontdekken en isoleren. Op 27 mei werd een persoon van Surinaamse afkomst positief getest. Deze persoon was sedert 29 april werkzaam op de goudvelden te Assisi Kriki met andere Surinamers. Hij heeft aangegeven dat in de buurt er ook overige illegalen uit Brazilië aanwezig waren. Op 19 mei werd hij onwel. Hij stak toen de rivier over naar de Franse zijde te Papaistong, waar hij werd opgenomen. En na enkele labtesten, waaronder dus ook een negatieve COVID-test, werd hij ontslagen met adviezen van de artsen aldaar. Op 25 mei pakte hij de boot naar Albina en als enige passagier in de boot kwam hij om 3 uur aan. Heeft in een taxi op 2 andere passagiers nog gewacht tot 9 uur en kwam met een mondneusbedekking. Om 11 uur 's avonds is hij in Paramaribo aangekomen bij zijn moeder thuis. Hij is op de dag niet gaan stemmen om dat gelijk te ontkrachten, wat we ook viraal hebben zien gaan op social media. Hij is op die dag niet gaan stemmen en dat hebben we dus ook al onderzocht. Op 26 mei na aankomst is hij naar de huisarts geweest. De huisarts heeft volgens protocol de triage ook gedaan en vervolgens hem naar huis gestuurd en ons op 178 medegedeeld dat hij een verdachte case had. De man was met een mondkapje bij de huisarts. Er is daar met hem gesproken via een raam, dicht met plastic. En gelukkigerwijs hebben de overige patiënten die daar buiten stonden wel de nodige afstand gehouden. Directeur, ogenblikje, als u naar die camera kijkt. Oh, ik moet naar die camera kijken. Na de meneer te hebben geswapt, is hij op advies van de deskundige, omdat hij ook al een negatieve test had vanuit Frans-Guyana, gevraagd om te wachten op het resultaat. Echter heeft hij zich niet aan de regels gehouden en is hij zonder een mondneusbedekking ook nog naar een barber geweest. Toen het resultaat de volgende dag bekend werd, is de meneer meteen opgehaald en vervoerd naar het Wanica ziekenhuis ter isolatie. Op dit moment bevindt hij zich op de ICU, de Intensive Care Unit, in het ziekenhuis, Rooms-Katholiek ziekenhuis. Maar zowel hij als de andere positieve case, de Braziliaanse meneer, zijn stabiel. Van deze meneer, de 12e case, zijn er tot nu toe 30 contacten in beeld gebracht. En allen zijn al meteen geplaatst na bekendmaking van het resultaat in overheidsquarantaine. Het is nog onduidelijk als de besmetting op ons grondgebied of in Frans-Guyana heeft plaatsgevonden. Vandaag is ook een team met deskundigen van volksgezondheid met 2 helikopters vertrokken naar Assisi Kriki om daar een volledige screening te doen van de mensen al daar. Ze keren zondag terug en ik wacht de rapportage af.
Observatie en identificatie van personen met grieppersonen is in de komende 14 dagen van cruciaal belang, zodat het verdachtgeval op tijd kan worden afgezonderd van de samenleving. Ik vraag aan de artsen om extra alert te zijn en de al bekende richtlijnen te blijven volgen. En aan de burgerij vraag ik dat zij de publieke gezondheidszorgsregels blijven volgen, zodat verdere mogelijke besmetting wordt geminimaliseerd. En op 8 juni kunnen wij, indien we gezamenlijk als Surinamers deze maatregelen in acht blijven houden, de schade inschatten van wat het niet houden aan de regels tijdens de verkiezingsperiode heeft gebracht. Verder werkt het ministerie van Volksgezondheid ook nog steeds aan de verhoging van bewustzijn binnen de gemeenschappen. De afdeling Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding van het BOG zal in samenwerking met de afdeling Infectieziekten verschillende bewustwordingssessies houden voor de bestuursopzichters. Op die manier proberen wij dus dieper in de gemeenschappen te kunnen gaan om de bewustzijn te verhogen. Ook hebben we de epidemiologische surveillance versterkt met een public health specialist en epidemiologen team afkomstig van BOG, RGD, medische zending, ADEC en de VMS worden hoogrisicogebieden in Suriname in kaart gebracht. Ook het quick response team, dus de mensen die steeds weer uitrukken om te gaan zien als er gevallen zijn, welke de contactpersonen zijn, is men al een tijdje bezig uit te breiden. Met de nodige challenges, hopelijk dat we dat zo gauw als mogelijk kunnen doorvoeren. Maar ook voor wat betreft de bewustwording van de community, van de Brazilianen en anderstalige mensen in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week nog met 5 Cubaanse artsen, waarvan 3 van de missie die we speciaal hebben laten halen voor COVID-19, hebben gesproken. Alle 5 zijn naast Spaans sprekend ook nog Portugees sprekend. En zij zullen de polyklinieken van het malaria-programma bezetten om dus de Braziliaanse gemeenschap tegemoet te komen. Deze klinieken staan aan de Anamoestraat en de Basitostraat en dat zal per woensdag 3 juni actief worden gemaakt. Ze zullen dus niet alleen COVID-gerelateerde patiënten zien, maar ook andersoortige, want we weten dat er ook veel mensen uit het binnenland komen met Bouchiaus en daarnaast ook nog met malaria. Zoals we de vorige keer ook hadden aangegeven, wil het ministerie van Volksgezondheid in de strategie naar de toegankelijkheid voor de zorg het te verhogen, hebben we dus gemeend om die klinieken speciaal met de Portugees sprekende, de artsen die speciaal ook voor COVID zijn gekomen, te versterken. Ook met verpleegkundigen van hetzelfde programma. Daarnaast hebben we ook 1 private arts die Spaans spreekt en Portugees en al bezig is in die gemeenschap van de Brazilianen om de mensen te zien. We hebben goede gesprekken gevoerd waarbij de communicatie die wij dus ook met onze Surinaamse collega's hebben, hoe zij ons kunnen melden, zoals in dit geval van de 12e case, dat zij dat ook zo kunnen doen. Om met het laatste te beginnen. Het geldt inderdaad voor alle scholen hoor, dus ook de FIBO-scholen en de particuliere scholen. Die gaan dus ook 8 juni beginnen, er is een hele goede afstemming. De vraag naar doorstromen van de lagere klassen, nogmaals, we hebben nu gefocust op de examenklassen, omdat die studenten zitten duidelijk in een overgangsfase. Ze moeten iets afronden en ze moeten verder gaan. Dus daar ligt de focus op. En ik moet ook zeggen bij de VOS-scholen, die hebben eigenlijk zoveel mogelijk online doorgewerkt. En ook al via de technische middelen, de ICT-middelen, examen gedaan, mondeling. Op niveau van VOS zijn de afstandsonderwijsmogelijkheden het meest benut.
bij VOJ en basis hadden we het probleem dat een heleboel leerkrachten ook nog niet goed genoeg konden omgaan met ICT. Dus we hebben dat in kaart gebracht. Er worden dus nu ook trainingen voor die doelgroep voorbereid. En we kijken tegelijkertijd naar wat is het beste programma. U had het over de bijzondere scholen, die werken met Google Classroom. Wij hebben op advies van UNESCO en ook sr.gov aangeboden gekregen om met Moodle te werken en dat dan landelijk wordt geregistreerd en dan hebben we één systeem waar alles onder valt. Dus we schieten wel op, maar ons zorgpunt blijft natuurlijk de gebieden in het zuiden van Suriname die we nog steeds niet goed kunnen bereiken. En we weten dat een aantal leerkrachten, maar die waren allemaal naar de stad, naar Paramaribo voor de paasvakantie en die hebben dus nog niet... Die zijn nog niet terug. En dat hangt dus ook weer af van de criteria die volksgezondheid aangeeft. Een aantal zijn daar, maar we zijn nog steeds bezig met die inventarisatie. Ook wat de studenten betreft, een aantal studenten, ook examenstudenten, die zijn nu nog in Frans-Guyana. Die kunnen dus ook niet terugkomen. Dus ik moet zeggen, de verschillen per regio die zijn heel erg groot. En persoonlijk ben ik dus ook geen voorstander van examen afnemen, omdat ik u dus nu al kan zeggen dat dan de examenresultaten voor de kinderen in de verdere districten, hè, normaal is het 30-40%, maar die gaan zo droppen, omdat die kinderen geen online onderwijs hebben gehad, misschien niet eens de lespakketten hebben kunnen krijgen, en dat is... onrechtvaardig naar die doelgroep toe. Vandaar dat we komen met het idee van laat ze doorstromen en laat dat toetsmoment op een ander moment vallen. Het is niet zo dat we zeggen van dat schooljaar moet per se dan afgerond zijn. Nee, geef de kinderen de stof nu zoveel mogelijk die ze eigenlijk in het laatste kwartaal zouden moeten krijgen. Op welke manier dan ook. Maar dat toetsmoment waarbij een belangrijke beslissing genomen wordt over eigenlijk de toekomst van dat kind, laten we dat even uitstellen en laten ze dan zoveel mogelijk doorstromen. We zijn er nog niet uit. Nogmaals, het gaat om hele grote groepen, de inspectie, de schoolleiders, de directeuren die je moet horen. Maar mijn standpunt is altijd, het kind staat centraal en we gaan kijken wat is in het belang van die student. En hoe kan die student, de ontwikkeling van die student, zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Ten aanzien van schoolvervoer, ik heb alleen gesproken over het vervoer dat via de technische dienst van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geregeld is. Omdat die mensen die staan op onze payroll. We hebben ook voor de tijd, ze worden alleen maar betaald voor de dagen dat ze gereden hebben. En voor hun is er dus een financiële overeenkomst voor de dagen dat ze niet rijden. Alleen over die groep kan ik een uitspraak doen. Dus in hun belang is het van belang dat ze dus zo snel mogelijk weer gaan rijden. Maar ook daar zijn er dus hele strakke instructies. En we wachten ook op de instructies van het ministerie van OETC. Van hoe de kinderen moeten zitten in de bus of in de boot, hoeveel kinderen en welke hygiënische maatregelen genomen moeten worden. Een van de dingen is dat bijvoorbeeld gevraagd is dat in elke bus de controleur nu mee rijdt, zodat die erop kan toezien dat de kinderen inderdaad of de ontsmetting het zit er op de juiste manier gebeurt. Wat we wel aan het doen zijn is om te kijken. Nogmaals, deze kinderen die al met de schoolbus of schoolboot gingen, die zijn geregistreerd al vanaf het begin van het schooljaar. Als het om andere kinderen gaat, dan moeten we dat eigenlijk nog in kaart brengen. Want ik krijg ook een klacht van een bezorgde moeder, die zegt, ja,
als ik van Tutrivo helemaal naar de stad moet komen, naar het centrum, dan kostte me dat 100 SED. Dus we begrijpen echt de mogelijkheden. En nogmaals, daarom is dat afstandonderwijs zo heel erg belangrijk. Dus we proberen echt veel meer energie daarin te stoppen. In modellen als Zoom of Classroom of Moodle, dat die kinderen op die manier bereikt worden. En dat gaat redelijk goed. Ik ben eigenlijk heel trots, vooral op de hele kleintjes. Kinderen van basisonderwijs die eigenlijk al helemaal zelfstandig kunnen inloggen en kunnen praten met de leerkracht. Dus de leerkracht die krijgt wel feedback op die manier. Praat nog helemaal niet over toetsen. Want nogmaals, het gaat nu, het accent ligt gewoon op, blijf dat leerproces stimuleren. Toetsen die komen wel op een ander moment. Dat heeft trouwens de hele regio gedaan. Er is een model, en we zijn daarmee bezig met Scandinavië, om dat uit te zoeken van exam.net, waarbij een aantal landen in de regio, maar ook in Europa, hebben dan wel landelijk een examen afgenomen en we kijken of dat voor op een later tijdstip een modus zou zijn voor Suriname. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur treft voorbereidingen om alvast met de examenklassen het onderwijsproces te starten. Het gaat in deze om de examenklassen op GLO, VOJ en VOS niveau, voor wie de schooldeuren weer op 8 juni 2020 worden geopend. Het onderwijs zal met inachtneming van de COVID-19 maatregelen gebeuren. Onderdirecteur Muriel Hoepel gaat in gesprek met Focus in op de maatregelen. Het schooljaar wordt inderdaad verlengd tot 31 augustus, omdat wij de herstart van de school hadden voorbereid middels verschillende scenario's. De eerste herstart zou plaatsvinden op 15 april. Dat hebben we helaas niet gehaald. Wat is eraan vooraf gegaan? We moeten rekening houden. We hebben gesprekken gevoerd met verschillende actoren. En samen met de actoren zijn we gekomen tot de 10 weken die we moeten halen voor een kwartaal. Het gaat om 8 tot 10 weken die bestemd zijn voor herhaling van de leerstof, aanbieden van nieuwe leerstof en de toetsing van de leerstof. We hebben vooralsnog gekozen voor de toets- en examenklassen. Maar dat wil niet zeggen dat we het daarbij houden. We hebben wat meer lokalen nodig voor de examenklassen en de toetsklassen vanwege de sociale afstand die we in acht moeten houden. Het gaat om 1,5 meter tussen de leerlingen en 2 meter tussen leerkrachten en leerlingen. En op basis daarvan moeten de scholen hun school zodanig inrichten dat ze de examenstudenten verspreiden over verschillende lokalen. De resterende lokalen zullen we inzetten om de lagere leerjaren op te vangen. Een van de COVID-regels is het wassen van de handen. Om te voorkomen dat er spreiding plaatsvindt, moet je die keten verbreken mocht er eventuele spreiding mogelijk zijn, moet je ervoor zorgen dat de kinderen op tijd hun handen wassen. En we hebben een protocol daarvoor samengesteld. De maatregel geldt voor de scholen op basisniveau, op VOJ-niveau en op VOS-niveau, met uitzondering van de scholen aan de oostgrens, omdat zoals wij begrepen hebben van het COVID-team, dat er daar nog wat gevaar dreigt. En wij moeten in alle opzichten rekening daarmee houden en de veiligheid van onze kinderen en leerkrachten kunnen garanderen. Dus op basis daarvan is het voorstel gedaan om de oostgrens nog gesloten te houden. De Pinkstervakantie moesten we opgeven om de 8 tot 10 weken te kunnen halen. Want hoe later je start, hoe minder tijd je hebt om het kwartaal af te ronden. En de bedoeling is dat het kwartaal wordt afgerond. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.